Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom. Iedereen een beetje geslapen? Ja, ik zie zo her en der van de gezichten dat je denkt, oké. Ik begrijp dat sommige mensen al heel lang door gaan gaan. Sommige mensen zijn heel vroeg naar bed gegaan. Dus fijn dat jullie er allemaal zijn. Mij is gevraagd om, om de tweede dag te openen. Waarom? Omdat het thema... Oh, kijk eens, daar ben ik. Dat is toch grappig? Alleen, je kunt jezelf niet zien. Nee, dat lukt niet. Ja, want er zit een vertraging in, hè? Dat hebben jullie gezien. Dus iedereen die mij volgt via het scherm, die krijgt dat in tweede instantie. Ja, dat is toch interessant. Ja. Nou ja, ook. Oh, kijk of dat daar ook lukt. Ja. Goed. Naar mij is gevraagd te openen omdat bevrijd van zekerheid is eigenlijk mijn vak. Ik ben improvisatieacteur, dat houdt zoveel in dat ik voorstellingen maak die ik ter plekke bedenk. Dus eigenlijk sta ik op het podium en dan weet ik niet wat ik ga doen. Bevrijd van zekerheid houdt dus in dat ik eigenlijk mijzelf bevrijd van de zekerheid dat ik een tekst heb. Maar dat ik de onzekerheid instap en van daaruit maar zie wat er gebeurt. Het geheim daarvan is niet zozeer dat ik mezelf bevrijd van zekerheid, maar de onzekerheid verwelkom. Dat is het grote verschil. Want bevrijden van zekerheid, dat kan je eigenlijk niet, want zekerheid bestaat niet. Dat hebben we na gisteren onderhand wel begrepen. Omdat een klein beetje met jullie te doen, hè, want ik kan hier wel al wat dingen doen, maar uiteindelijk gaat het ook om dat jullie het zelf ervaren. Want gisteren werd er heel veel gepraat over heel ver weg. Ook. Mag ik u verzoeken om allemaal even te gaan staan? We zijn er nu toch, dus we kunnen het net zo goed doen. Bevrijden van zekerheid gaat over ook een beetje dat gevoel van kwetsbaarheid. Hè? Want de zekerheid gaat te maken met als je onzekerheid moet zoeken. Ja, hoe zit het dan met je kwetsbaarheid? Dus daarom wil ik u vragen, kijk even om u heen. En let eens met name op de kleur in de zaal. Gewoon alleen maar even kijken. De hoofdkleur in deze zaal. Ja, oké. En doet u nu allemaal even uw jasje uit. Sommige mensen hebben niks. Maar, of die zijn al. Maar de meeste mensen hebben een jasje. Dus doe dat eens uit. En kijk nu nog eens om u heen. Wat het verschil is. Vooral in kleur. Daarvoor hadden we één grote donkere grijze massa. En nu hebben we ineens allemaal kleur. Het is wel grappig dat het onverwachte van de zwarte, donkergrijze, donkerblauwe massa nu vervangen is door de lichtblauwe, witte massa. Dus we leggen de ene zekerheid af. En die verhalen we voor een volgende zekerheid. Namelijk, we zien er in ieder geval nog steeds goed uit. En de wit-blauwe blijkt een beetje staan. Dat gevoel van kwetsbaarheid, hè, dat betekent dat je iets moet roepen. Gisteren werd het ook gezegd door de CEO van DSM. Bijvoorbeeld, die zei van, je moet jezelf laten horen. Je moet uit de massa treden. Nou, dat gaan we even doen. Maar we houden het veilig. Rustig aan. Is ook handig om elkaar zo op die manier te leren kennen. Ik tel tot 3 en dan roept u uw naam, uw voornaam. Ja? Als iedereen dat doet, is er niks aan de hand. Als één iemand denkt van, weet je, ik heb de boodschap begrepen. Ik sta in de massa en ik roep Kees. En de rest denkt van, dat is allemaal leuk, lief en aardig. Maar dit is niet mijn moment. Dus dit is juist uw moment om te voelen dat gevoel van, oké, ik stap uit de massa en daar gaat hij. Dus ik tel tot 3 en dan roept u uw voornaam. 1, 2, 3. Kijk. Er komt in ieder geval een soort massa over mij heen. Er zitten niet heel te veel Diederikken. Want die komen er dan soms achteraan. Maar goed. Bijvoorbeeld Beatrix had ook nog een lange achter. Maar goed, we gaan het ietsje onzekerder maken. Ik tel weer tot 3. Hè? Dat is een bekend telschema. Daar gaan we niks aan veranderen. En dan roept u uw favoriete drankje. Ja, ook handig voor straks naar de borrel. Sommige mensen gaan dan meteen zweten. Hè? Die denken dan wel, is het nou appelsap of is het nou gin tonic? Of bier of witte wijn? Dat is allemaal mogelijk.
Dus uw favoriete drankje op drie. Daar komt-ie. 1, 2, 3. Ja. Nou, in ieder geval heel veel. Oké, nu gaan we even de ultieme onzekerheid in. Ik tel weer tot drie, hè, en dan roept u uw pincode. En u mag zelf kiezen welke. Sommige mensen denken meteen, nou die ING, want dat pasje ben ik toch een keer kwijtgeraakt. Sommige mensen denken, nou ik roep gewoon 000. Want het zijn vier cijfers, dat weten we in ieder geval. Hè. Dus ook hier weer, hè, als iedereen het doet, is er niks aan de hand. Als er één iemand is die het roept, ja, dan heb je kans dat je na afloop misschien gepakt wordt. Dat weet je maar nooit. Dus uw pincode op drie, daar komt die. 1, 2, 3. Ja, het is wordt allemaal opgenomen, hè? Dat weet je, wordt allemaal opgenomen. Nou, dat gevoel een beetje, hè, dat uit de massa staan, nou, daar zijn we al een heel eind. Ik zou zeggen, gaat u even zitten, want... Kijk, wat er nu gebeurt is interessant, hè? Zou ik zeggen, eigenlijk zeg ik ontspan, hè? Want de opdrachten zijn voorbij. En natuurlijk doet iedereen zijn jasje dan natuurlijk meestal weer aan. De meeste wel. Dus als je de neiging denkt van, oh ja. Als je het doet omdat je het koud hebt, denk ik, oké. Okay. Als je dat doet omdat ik denk van, ik blijf hier niet in mijn overhemd zitten. Straks zien ze het. Dan heeft u misschien toch het onderwerp nog niet helemaal begrepen. Maar we gaan nog één stapje verder. Want bevrijd van zekerheid gaat over het loslaten van patronen. He, dat het verwelkomen van onzekerheid. Wij hebben het met de improvisatietheater hebben wij het altijd over dat je het jezelf gunt dat er meer mogelijk is dan wat jij denkt. Nou, dat gaan we even doen in een oefening, want dat is altijd handig. Daar kan je wel allerlei dingen over roepen. Maar begin eens even. Doet u allemaal even uw handen over elkaar. Gewoon uw handen over elkaar. Zo. We beginnen gewoon zo. He, dat staat ook een beetje stevig. Oké, en... Als u dan kijkt van oké, dat zit zo. Draai het nu eens om. Dus, andere arm boven. Sommige mensen zie ik. Zal het ook alweer? Even zoeken, hè? Maar dat is even wennen. Want ja, vanaf de kleuterschool zijn we natuurlijk gewend. Ja, je leert het op een bepaalde manier zo. Je lichaam heeft dat ook nodig, zekerheid. Dus je zal mij niet laten horen dat je alle zekerheden moet loslaten of dat je moet bevrijden van zekerheden. Die zijn heel handig. Het gaat erover dat je het verwelkomt wanneer er iets anders langskomt. Maar goed, het denken in patronen zit steviger in onszelf verankerd dan wij zelf denken. Ik ga zo direct drie vragen stellen. En u mag uw armen weer loslaten. Sommige mensen denken van, oké, ja, ik zit eigenlijk wel lekker zo. Het is een beetje... Toch een beetje veilig, hè? Want dat is eigenlijk weer het volgende. Je denkt, oh ja, dit is eigenlijk wel prettig. Maar goed, ik ga u zo direct drie vragen stellen. En de bedoeling is dat u daar gewoon in uw hoofd, hè, dat u denkt van, dat u daar antwoorden op bedenkt. Maar het moet een fout antwoord zijn. Ja? Oké. De eerste vraag is als volgt. Ja, bedenk, het is een fout antwoord. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Ja, even gewoon in het bedenken. En slaat op. Weet ik niet, is geen optie. Ja? Slaat op. Oké, dat is vraag 1. Vraag 2 is, uit hoeveel spelers bestaat een voetbalteam? Ja, hè, bedenk, antwoord. Slaat op, hè, fout antwoord. En de laatste vraag, ja, dit is de killer, zeg maar. Wat is de lievelingskleur van mijn vrouw? Oké, nou, ik neem aan dat u de antwoorden nog wel een beetje herinnert. En dan wil ik even een vraag stellen. Eerst even een hele korte oefening vooraf. Wilt u allemaal even uw rechterarm omhoog steken? Ja, en de linkerarm? Nou, goed, dat is goed om te realiseren dat er dus geen fysieke beperkingen zijn. Als ik straks ga vragen om uw mening te geven... Zoals gisteren we dat ook zagen van, zijn er opmerkingen of vragen daar dan? Maar in ieder geval kunnen we constateren dat er geen fysieke beperkingen zijn. Dus dat scheelt. Oké, zo direct.
Het antwoord op de, bij, het antwoord op de vraag, de hoofdstad van Frankrijk, is het goede antwoord is Parijs. Toch, daar zijn we het wel overheen. Maar nu het foute antwoord. Wie van u had als fout antwoord een andere stad in Frankrijk? Kijk, het grootste deel had een andere stad in Frankrijk. Wat had u als... Lille. En wat had u als antwoord? Etten-Leur. Ook heel goed. Wat had jij als antwoord? Lyon. Ja. Wat ik aan wil geven is dat... we denken in patronen, want kijk, het goede antwoord is Parijs, maar elk antwoord dan Parijs is goed. Je had ook kunnen zeggen kippenlevertje, of fietsenstalling, of 12-vingerige darm. Dat had allemaal gekund. Maar wat we doen in ons systeem is, we gaan naar een andere stad. En iemand die heel creatief is, zoals u, die gaat zelfs naar buiten Nederland. Dus die gaat naar Etten-Leur. U had eigenlijk Eindhoven. Drie keer Etten-Leur. Oh, drie keer Etten-Leur. Dat is ook een soort van zekerheid, hè? Maar nou, dan weet ik in ieder geval heel goed. Oké, tweede vraag. Uit hoeveel spelers bestaat een voetbalteam? Wie had een ander getal dan 22? Dat is interessant. Ook daar had het ook weer schilderijen kunnen zijn of kopje koffie. Maar ons geest, dan gauw je zeggen van oké, hoeveel? Dan gaan we naar getallen. Maar het had alles kunnen zijn behalve 22. Sommige mensen denken van 22, ik zeg 11. Dus onze geest trekt ons naar de vijver, terwijl er eigenlijk een oceaan aan mogelijkheden ligt. De hele wereld ligt voor ons open. Het kan alles zijn. Je kunt om je heen kijken, je kan lamp zeggen, je kan glas in... Oh, heb je dat weer? Sorry hoor. Glas en lood, alles kan. En toch worden onze geest trekt ons naar... Oh ja, we doen iets anders dan het elftal. En als laatste. Want dat is natuurlijk eigenlijk het idiote. Want jullie kennen mijn vrouw niet. Maar wie had een kleur? Wie had een kleur? Je loopt zelfs een risico dat het goed is, hè? Want jullie kennen mijn vrouw niet. Dus wat voor kleur had jij? Het had zomaar gekund. Dus je loopt een enorm risico dat het toch goed is. En toch blijven wij onszelf trekken naar dat vijvertje met de kleuren. Nou, eigenlijk, binnen improvisatie noemen wij dat flexdenken. Sta jezelf toe en besef dat hoe snel je in patronen schiet. En denk aan de verruiming van de mogelijkheden. Want eigenlijk is dat het bevrijden van zekerheden. In mijn optiek. Dat je jezelf het gunt dat dingen anders kunnen zijn dan je denkt. En dat je bewust bent van de patronen waar je in duikt. Nou, om dat even als laatste nog toch voor jullie te laten zien hoe dat werkt. Noem eens een aantal onzekerheden. Hè, die gewoon, dat hebben we geoefend, we hebben dingen geroepen. Dus nu kom uit de massa, dus dat kan nu gewoon. En we zijn toch met z'n allen. Noem eens een paar onzekerheden die je wel eens hebt. Uiterlijk. Uiterlijk? Het weer. Blut. Ik hoor de stoelgang. Ja, geld hebben we al. Haal ik de trein? Ja, dat is heel kwetsbaar. Dat is heel goed. Haal ik de trein? Jullie zijn heel goed bezig met jezelf kwetsbaar opstellen. Iets waar je echt onzeker over bent. Liefde. En wat is daar, hoe ver ben je daar onzeker over? Wat zeg je? Of je ook beantwoord wordt. Hey, en als onzekerheid waar we dit een beetje over hebben. Als dat een dier zou zijn. Hè? Ik probeer even eens. Wat voor dier zou dat wezen? Wat voor een beeld zou je daarbij hebben? Een haas. Wat zeg je? Eendagsvlieg.
Dat is de enige echte goede foute antwoord op deze vraag. Oké, okay, nou, zoals jullie zien, dit heb ik niet voorbereid. Dit kan ik ook niet voorbereiden. Voor mensen die nog denken, ik ga hier een stukje over dichten. Ik stap eigenlijk hiermee de onzekerheid in. Samen met jullie, want jullie weten dat ook niet, wat ik ga doen. Wat zou de eerste zin zijn om mijzelf nog maar even wat verder in het grote niets te trekken? Wat is de openingszin van dit gedicht? Ben ik wel leuk genoeg? Ben ik wel leuk genoeg? Dan sta ik daar, 's morgens vroeg, met die prangende vraag, ben ik wel leuk genoeg? Denk ik van, nou, één ding is niet zo fijn, haal ik in godesnaam wel die trein? Want ja, de Veerstichting wacht op mij. En daar word ik zo verrekte blij, want daar staan al die studenten en die hervormers staan op me te wachten. Ik zit naar inspiratie en lering te wachten. Want ja, bevrijd van zekerheid, kent dat wel tijd. En dan sta ik daarbij het ontbijt en eet ik een croissant. Voel ik liefde in mij en denk ik, ik denk dat ik van binnen brand. Want jij bent voor mij de enige die ik werkelijk leuk vind. Maar ja, ik voel me af en toe net een klein kind. Uit Etten-Leur, dat snap je wel. Want het is best wel een eind rijden en toch was ik hier snel. Want ik ging natuurlijk met de auto, want niet met die trein. Omdat die nooit op tijd kunnen zijn. En helaas had ik geluk, want in dit geval was het weer wel oké. Dus dat zat me vanmorgen best wel mee. Alleen ja, ik had te weinig slaap gehad. Want gisteren ging ik maar door en door en nu is het diepe gat. Het gevoel van er niet kunnen zijn, omdat mijn geest, mijn mentaliteit, mijn brein eigenlijk overspoeld wordt. De drank van gisteren, ja. En eigenlijk, dat wist ik wel. Maar ik heb me natuurlijk laten verleiden. Als een eendagsvlieg was het gisteren. En jullie zijn allemaal vandaag tweedagsvliegen. En daarom, dames en heren, ik zou zeggen, voel jezelf over je eigen zekerheid de baas. Want ja, jullie begrijpen al, ik wil natuurlijk toe naar die haas. Want ik snap natuurlijk wel dat jullie straks als gekken rond gaan rennen. Om natuurlijk deze en gene en jezelf te verwennen. Maar uiteindelijk gaat het erom, durf je gewoon te staan voor wat je bent? Of ben je bang dat iemand jezelf als een bange haas erkent? Want dan loop je door en sta je niet werkelijk voor wie je bent. Nee, dat mensen de angst en onzekerheid in je herkent. Dat is natuurlijk de grootste angst van ieder mens op aard. Ben ik wel de moeite waard? En daarom, dames en heren, het geheim van bevrijd van zekerheid is mentale flexibiliteit. En als jullie een klein beetje kunnen denken in die richting, dan is dat de grootste verdienste van de Veerstichting. Dank jullie wel.